Welkom bij Vera D. Vandaag bilspieren en abductoren trainen. We gebruiken vandaag een mini-weerstandsband, zowel voor beginners als voor gevorderden, afhankelijk van de weerstand, licht, medium, zwaar of extra zwaar. Kom in de knie-viervoetstand en breng de band om je enkels. Laten we starten. Knie-viervoetstand. Breng een band om een enkel en om een voetzool. Laten we starten. Breng je hak omhoog, terwijl je been in een hoek van 90 graden is. Laten we starten 1 op 1. 1 tel omlaag, 1 tel omhoog. En we zijn vertrokken. Hou je bovenbeen en onderbeen in een hoek. Laten we 20 keer nog herhalen. 20, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 en laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 3 op 1. 3 keren weer een 3, 2, 1 en omlaag. 3, 2, 1 omlaag. 3, 2, 1 omlaag, 3, 2, 1 omlaag, 3, 2, 1 omlaag, 3, 2, 1 omlaag, 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 nog 2 keer, 2, 1 omlaag en laatste maal. Omlaag en hou vast. Hou je been omhoog. Laat de bilspieren werken. Ademen. Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1 en wissel van kant. Ja, zijn we klaar? Zijn jullie klaar? Oké. Houd de bovenbeen en onderbeen in een hoek. Laten we starten 1 op 1. 1 tel op, 1 tel omlaag. Laten we starten. Nog 20. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1 en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 3 op 1, 3, 2, 1 en terug. 3 keren veren en omlaag. 3, 2, 1, omlaag. 3, 2, 1, omlaag. 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 3, 2, 1, omlaag. 3, 2, 1, omlaag. Omlaag. Omlaag, nog 3. Omlaag, 2. Omlaag, laatste maal. Omlaag en vasthouden. Hou vast. Laat je bilspieren werken. Ademen. En laat los. Strek uit. Zit vlak naar je hielen.
abductoren in zijlig. Buitenkant van je been. Van je dij. Laten we starten. Abductie in zijligging. Hef je been omhoog en raak net niet je onderste been aan. Laten we starten op en neer. Op en neer. Op en neer. En 20. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. Tien. En tien. Negen. Acht. Zeven. Zes, we voelen het al. Vijf, vier, drie, twee, één. Houden, vasthouden. Hou vast. Laat de bilspieren en de zijkant van je beenspieren werken, van je dij. En laat los. Breng de band. Net boven je knieën. Ja? Net boven je knieën. Knieën in een hoek van 45 graden. Adem uit en til je knie op, terwijl de hielen op elkaar blijven. Laat je knie niet, net niet de onderste knie raken. Laten we starten 20 keer. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en laatste 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en vasthouden. Vasthouden. 5, 4, 3, 2, 1. En ga op je andere zij liggen. En we herhalen. Band om de enkels. Ja, zijn we klaar? Abductie in zijligging. Laten we starten. Been optillen en terug. Been optillen en terug. We zijn vertrokken 20 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. Nog 10. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. En vasthouden. We voelen het al goed in de bilspieren. Als ook aan de zijkant van je dij. Houden vast. 5, 4, 3, 2, 1. Breng de band net boven je knieën. Laat zo. Net boven de knieën. Oesterschelp. Voeten bij elkaar. Benen op in een hoek van 45 graden. Adem uit. Til je knie op. Terwijl de hielen op elkaar blijven. Laat je knie net niet de onderste knie raken. Laten we starten. En we zijn gestart. En 20. 9. 8. 7. 6.
5, 4, 3, 2, 1 en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en vasthouden. Goed vasthouden. 5, 4, 3, 2, 1. Duw jezelf omhoog en kom in kruissit. Band, mini weerstandsband opzij en kom in kruissit. Ademen. Buig naar voren. Bilspieren rekken, als ook de zijkant van je been. Ademen. Even houden. Nog 10 tellen. Omhoog. Wissel de kruising van je benen. En terug. Buig naar voren. Rechte rug. Voel de stretch in je bilspieren. Je hoeft niet diep te gaan om de strek te voelen. Je moet helemaal niet naar voren buigen. Het is voldoende dat je de strek voelt. Even houden, nog 10 tellen. En laat los, duw jezelf omhoog. Zo, dit was het voor vandaag. Bilspieren en beenspieren trainen. Zo, vond je het leuk? Duimpje omhoog. En tot de volgende. Dag!